eenzame wordt vaak gesteld. Want voor geloven is een bepaalde mate van naïviteit nodig die je als wetenschapper niet kunt permitteren. Of, andersom gezegd, wetenschap veronderstelt een zo sterke nadruk op rationaliteit dat je niet tegelijkertijd ook nog gelovig kunt zijn. Wat u van deze uitspraken ook mag vinden, ze gelden in ieder geval niet voor hoogleraar sterrenkunde Heino Valken. Hij won de prestigieuze Spinoza-prijs voor zijn onderzoek naar zwarte gaten en is tegelijkertijd in zijn vrije tijd nekenpredikant. Want, zegt hij, door het kijken naar de sterren worden Bijbelverhalen eigenlijk alleen maar mooier. Vanavond neemt hij ons in zijn lezing mee op een duizelingwekkende reis door het heelal, om uiteindelijk aan te komen bij de vraag: wat is de betekenis van de mens? Na zijn lezing zal hij worden geïnterviewd door theoloog en godsdienstfilosoof Tate Smedes, die ook het boek God en Darwin schreef. Om 9 uur, nou ja, 10 over 9, 9:15, is het inhoudelijke programma dan afgelopen. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de bezichtiging van de koepels van de sterrenwacht, die kunnen dan met 2 studenten sterrenkunde mee. Hoe dat praktisch in zijn werk gaat, ga ik dadelijk na afloop nog even uitleggen. Mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij het Zoeterbeek-programma. En ik wens u een inspirerende avond. Ja, fantastisch dat er veel mensen hier zijn. Het is een beetje, ja, voor mij een grote druk die er nu is, want ik ben vanwege de verwachtingshouding. Ik probeer u vandaag mee te nemen eigenlijk op een persoonlijke reis. Persoonlijke reis naar het heelal. Ik ben vooral natuurlijk wetenschapper of sterrenkundige, dus dat is mijn vak. Maar ik kijk natuurlijk niet alleen als wetenschapper naar het heelal. Ik ben gefascineerd door wat ik zie. En ik denk erover na. En we gaan samen deze reis doen. En we proberen een beetje nu van plek te veranderen, van perspectief te veranderen, naar een andere locatie te gaan. Dat is een beetje beloofd, gaat de muziek weer verdwijnen. En we gaan even, stel dat wij ergens aan de strand zitten, kijken naar de zonsondergang en even nadenken wat we zien. En ik denk, de verwondering over de natuur is net zo oud als de mens. Al 3000 jaar geleden zaten mensen, net als ik soms, 's avonds de hemel te bekijken. Nu zit je alleen aan de strand, bekijk de zonsondergang op zee. Van meeuwen in de verte. Een warme wind gaat langs je heen. Ik voel me eens met de natuur en met de schepper. Ik kijk en ik verbaas me over de schoonheid die hij geschapen heeft. Nog enkele minuten en het felle licht van de zon zal verdwijnen. Dan zal de hemel in het donker gehuld worden. Dat mij een blik gunt in de oneindige wijdheid van de hemel. Net zoals ik zou ook David, de dichter, ooit in de woestijn hebben gezeten, toen hij zijn psalmen schreef. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. En in mijn verwondering voel ik mij verbonden met die profeten, dichters, denkers van toen. En ik ben benieuwd wat er nog te ontdekken valt. En wanneer de zon zich verbergt, wordt een nieuwe wereld zichtbaar. Een wereld die veel groter, dieper en ontzagwekkender is als de wereld overdag. Sinds mensen geheugen is, worden we uitgenodigd om naar boven te kijken en deze wereld te doorgronden. Met ons gevoel, met ons hart, maar ook met ons verstand. En Paulus zei dit toen al. Zijn onzichtbare eigenschappen
zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werk. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarnemen. Dat is voor mij als gelovige wetenschapper ook een opdracht om mijn werk te doen, om mijn werk goed te doen. Gods werk waarnemen, zijn schepping te doorgronden. In geloof en wetenschap kan je niet helemaal van elkaar scheiden. Hoe je naar het heelal kijkt en wat dit met jezelf doet, hangt af van wat je gelooft. En daar hangt ook vanaf hoe je tegen jezelf aankijkt en hoe je tegen de mens van zich aankijkt. Dus laten we even samen deze reis doen. Laten we even samen door het heelal wandelen, samen kijken en met elkaar praten. We gaan de reis beginnen in een modern voertuig, met een raket. We maken een moderne pelgrimstocht. We gaan niet naar Santiago de Compostela, maar wel naar de oerknal en de rest van het heelal. En het is een ongelooflijk belevenis om met zo'n raket de ruimte in te gaan. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar wel van afstand gezien. In Florida, toen een van die space shuttles is gelanceerd samen met een camera voor de ruimtetelescoop, voor de Hubble Space Telescope. En het was nacht 4 uur, het was ontzettend donker, je zag eigenlijk niets. We waren op een groot afstand natuurlijk. En plotseling wordt het ongelooflijk helder, alsof het dag was. Het was ongelooflijk veel kracht en energie die nodig is om zomaar de ruimte in te gaan. Dan besef je pas hoeveel techniek, hoeveel energie, hoeveel kracht nodig is om deze wereld te verlaten. Dat doe je niet maar zo. Maar zodra je dat doet, zodra je jezelf verplaatst in de ruimte, wissel je meteen van perspectief. Alles verandert een beetje. Als je met de Hubble Space Telescope waarneemt, dan weet je, elke 90 minuten, anderhalf uur, gaat de ruimtetelescoop rond de aarde. En ook de ruimtestation doet het. Als je daar boven bent, dan heb je een zonsondergang elke anderhalf uur. Eén dag is maar anderhalf uur. Dus meteen is tijd veranderd. 1000 jaar zijn net als één dag. Ook dat is eigenlijk al iets wat men toen al besefte. Tijd is niet absoluut. Tijd kan heel erg veranderen. En dan kijken we terug op de aarde. Terug naar dit mooie plaatje. Een blauwe parel op de donkere achtergrond. Eigenlijk een blik die wij pas nu mogen zien. Sinds 20, 30, 40 jaar hebben we de mogelijkheid zoiets te mogen zien. De aarde te zien met de ogen van God eigenlijk. De aarde als één grote bol waar alles samenhangt. En dan de aarde samen met zijn trouwste begeleider, de maan. Die we elke nacht kunnen zien. Misschien, als we niet in Nederland wonen. En een afstand van ongeveer 380.000 kilometer. Dus het licht, als ik hier een laserpointer heb, het licht vanuit de aarde naar de maan heeft ongeveer 1,3 seconden nodig. Dat is best snel. En die afstand kan je ook nog met de auto overbruggen. Dus ik heb waarschijnlijk 2 of 3 keer mijn leven al gedaan, naar de maan gereisd. Helaas niet echt naar de maan. Tenminste die afstand. En als je de maan bekijkt en de aarde, dan is het bijna eigenlijk een dubbel planeetsysteem. Want de maan is best groot. Het is heel belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat die as van de aarde stabiel blijft, dat de seizoenen er zijn, eb en vloed. Het beschermt ook voor meteorieten en andere dingen. Dus dit is een ontzettend belangrijk iets dat ons begeleidt. En de eerste maanlanding was natuurlijk ongelooflijk indrukwekkend. Ik heb het meegemaakt toen ik 4 jaar oud was of zoiets. Ik herinner mij nog, zwart-wit, mensen lopen rond op de maan. Hoe indrukwekkend was dit? En dan dit plaatje, dit eigenlijk nu, ik denk 45 jaar geleden, een paar dagen geleden, is opgenomen.
toen de eerste astronauten een aardopkomst zagen vanuit de maan. Een heel ander perspectief alweer, hoe wij naar de aarde kijken. Frank Borman van Apollo 8, die is niet op de maan geland, maar die heeft wel die foto gemaakt, die schreef: hoe meer we over het wonder van het universum weten, des te beter herkennen wij daarin een godsanschrift. Zodra je van buiten kijkt, krijg je een heel andere indruk van deze wereld en hoe die in elkaar zit. En natuurlijk mogen wij vandaag kijken naar al die andere planeten. De rode planeet, de Mars. Hier van afstand gezien, rood, heel veel woestijn, eigenlijk giftig. Maar 10% van de massa van de aarde. Eén dag is er ook nog één dag. Maar een jaar, het zijn eigenlijk 2 jaar. Maar het duurt 686 dagen om rond de zon te gaan. En dan zie je zoiets daar. IJs in een krater op Mars. Waterijs. Of weer een zonsondergang. Maar dan niet vanaf de zee hier aan de strand, maar vanaf Mars gezien. De zon veel kleiner op veel grotere afstand. En ook zoiets, wolken. Ja, eigenlijk zou je hier op aarde kunnen zijn en zoiets zien. Die dampkring is veel, veel ijler dan hier op aarde. Maar een tiende van een procent of zo van de dichtheid van de aarddampkring. Dus het is niet voldoende om lucht te kunnen ademen, maar wolken heb je toch. Je voelt jezelf een beetje thuis. En dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonstelsel. Het licht heeft nu 3 kwartier nodig om van de aarde naar Jupiter te gaan. 800 miljoen kilometer. En dan hier zijn klein maantje, die Io, de schaduw. Van Io zie je hier. Dus geen gat, geen zwart gat, maar wel de schaduw die Io maakt op Jupiter. En dan nog een van de planeten die je ook met jouw sterrenkijker hier vanuit de aarde heel goed zou kunnen zien. Maar nooit zo prachtig natuurlijk. Met zijn grote ring, Saturnus. 1,5 uur heeft het licht nu nodig om naar Saturnus te gaan. Een paar van zijn planeten zien wij hier. En die dunne ring, die maar 10, 20, 100 kilometer dik is, maar wel een doorsnee heeft van 100.000 kilometer. Ontzettend groot. En hier zijn ze al verzameld, die planeten, in ons zonstelsel. Alle 8 planeten. Want hier, de Pluto, is inmiddels een dwergplaneet geworden. Daar hebben we voor gestemd, een paar jaar geleden, in Praag. Daar was een grote discussie over, omdat er nog meer andere kleine dwergplaneetjes zijn. Dus we houden het hier bij die 8 grote planeten die er zijn. En diegene die eigenlijk voor het eerste heel goed besefte hoe het zonstelsel in elkaar zit, was Johannes Kepler. En die heeft daar een boek over geschreven. En die heeft beschreven hoe die planeten rond de zon gaan. Op elliptische banen, op elliptische orbit. En hij was voor de eerste keer in staat om dit zonstelsel heel goed te beschrijven. Dit was voor hem ook een persoonlijke ontdekking. Een grote ontdekking. Hoe hij schrijft hier in zijn eigen boek: wij zien hier hoe God gelijk een menselijke bouwkundige volgens de orde en de regels de grondlegging van de wereld aanpakt. Dus voor hem was het heel belangrijk te zien dat de orde heerst in het heelal. Dus niet willekeurig gaat alles door elkaar, net als een menselijke heerser of een menselijke wetten die elke keer veranderen. Zeker in Nederland, waar elke jaar weer alles op schop gaat en niet meer van deze tijd is. Want het heelal heerst eigenlijk orde, de regels zijn er. Ze zijn eenvoudig, maar ze werken. En zeker dit planetenstelsel met zijn regelmatigheid was ook een theologische ontdekking, tenminste voor Johannes Kepler. En dat ook, is ook iets wat we vaak terugvinden, ook in Bijbelse manier om denken over het heelal. Het is een geordend heelal. Het is goed, het is zoals het is. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft ik elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Je gaat er natuurlijk in de Bijbels verhalen over Gods wet. Maar
God wordt altijd beschreven als iemand die betrouwbaar is, die niet verandert, die vroeger dezelfde was als in de toekomst. En dat zien we eigenlijk terug ook in het heelal. Het heelal is eigenlijk betrouwbaar, die wetten zijn er. Het veranderen niet. Nu gaan wij ons planeetstelsel, zonstelsel verlaten. We gaan de ruimte in. En wat we zien, dat sterren, overal sterren. Elk ster die we aan de hemel zien, is een eigen zon. Waarschijnlijk met een eigen zonstelsel, met planeet daaromheen. Wij weten meestal, kunnen we niet precies zien dat het een ster of een zon is, omdat we alleen maar een puntje zien. We zien niet dat het uitgebreid is, omdat sterren zo ver weg zijn dat ze ontzettend klein zijn. Maar sommige sterren kunnen wij zien dat ze inderdaad ietsje groter zijn dan oplossingsvermogen van ons telescoop. Dit is het verhaal hier voor deze grote ster, Betelgeuse. Dus de nummer 8 van de helderste sterren aan de hemel. En die kunnen wij oplossen, die kunnen we zien, omdat die veel groter is dan de orbit, de baan van de aarde rond de zon. Dus als we hier kijken naar de grootte van de aarde, van de orbit van de aarde rond de zon, en hier hebben we de grootte van de ster, dan zien we dat die zo groot is opgezwollen, dat die eigenlijk alle planeten die er ooit zouden zijn geweest, tenminste, aardachtige planeten, zijn inmiddels verdwenen binnen deze ster. En sterren produceren ongelooflijke hoeveelheid en verschillende structuren en plaatjes die wij kunnen zien. Ontzettend mooi. Dat is iets wat iedereen waarschijnlijk kent. Dat zijn de Pleiaden, 7 gesternten. En wat we daar zien is een aantal sterren. Vanuit de stad zou je misschien 5 of 6 sterren kunnen zien. Als je een beetje verder weg bent met een sterrenkijker, tientallen sterren. En als je met een heel goede telescoop kijkt, dan zie je eigenlijk 1000 sterren in één grote cluster die daar samenhangen. Daaromheen stof. Heel aardig stof. Heel dun, bijna vacuüm, maar toch gevuld met kleine stofdeeltjes. En het licht van de sterren wordt verstrooid en maakt het blauw licht. Net als aan de hemel, het blauwe licht van de zon wordt verstrooid, omdat die verstrooiing het sterkste is in het blauw licht, gebeurt het ook hier met het licht vanuit die sterren. We zien eigenlijk hetzelfde proces als aan de blauwe hemel, ook in de omgeving van deze sterren. 7 gesternte heet trouwens in het Japans Subaru. En als jullie kijken naar die automerk Subaru, dan zien we eigenlijk dit logo ook weer terug. Die 7 gesternte, die komt overal tevoorschijn in Japan. In de Bijbel lezen we daarover, want dit is een heel indrukwekkend sterrenbeeld aan de hemel. Een ander sterrenbeeld dat wij kennen is Orion. En daar vinden wij deze nevel. Trouwens, dit zijn alles opnames die gemaakt zijn door meestal optische telescopen. De kleuren geven een beetje weer hoe het in werkelijkheid eruit zou moeten zijn. De kleuren zijn een beetje versterkt. Maar inderdaad, het zijn geen tekeningen of zoiets. Het zijn inderdaad echte opnames die wij nu zien. En wat we hier zien is de Orionnevel met heel veel stof en heel veel jonge sterren. En wat er blijkt is dat juist in die verzameling van stof, die grote stofwolken, weer nieuwe sterren ontstaan. Die reden waarom het hier zoveel licht te zien is, heeft te maken dat er nieuwe sterren zijn ontstaan die nu beginnen te schijnen. En ook hier ervoor zorgen dat wij een heldere, een kleurrijke stofwolk gaan zien. Als we dan verder inzoomen, dan zien we dit. Dat zijn geen UFO's. Dat zijn gewoon jonge sterrenstelsel. Hier hebben we een ster, daaromheen een schijf van stof, die daaromheen draait. De grootte van deze stofschijven zijn meerdere keer zo groot als ons sterrenstelsel. En wij vermoeden dat uit die stofschijf nieuwe planeten ontstaan die rond deze sterren draaien. Dus dat zijn eigenlijk kraamkamers van sterren, kraamkamers van zonstelsel. En als we van de zijkant kijken, lijkt wel een beetje meer op een UFO. Helaas kunnen wij niet dezelfde sterrenstelsel van verschillende kanten bekijken, want die zijn zoals ze zijn.
maar zijn hele grote hoeveelheid van stelsels, de sommige eindlang van de zijkant bekijken, dan ziet het zo eruit. En met een stofschijf en daarin nog een ster waar het licht een beetje geabsorbeerd wordt, dan komt alleen nog het rode licht komt maar een beetje door, net als weer de zons ondergang, waar alleen nog het rode licht langs de dampkring kan komen. En dan zie je maar een rode zon, een rode ster. In de laatste jaren heeft men jacht gemaakt op sterren uit het planetenstelsel. Dit hier is een van de velden, die is heel goed bekeken met een telescoop over vele jaren. Een paar jaren eigenlijk. En waar men op zoek is naar, is dat misschien toch daar een ster is, waar met een planetenstelsel daaromheen en waar een planeet voor de ster langs gaat. Dus dan zie je het sterrenstelsel eigenlijk van de zijkant. De planeet gaat voor de ster langs. Wat dan gebeurt is dat als je naar de helderheid van die ster kijkt, dat die helderheid plotseling daalt en weer stijgt. En dit dan elk jaar weer herhaalt, precies tegelijkertijd. Dan weet je, er is een planeet langs gegaan. En op die manier, als je dat doet hier, dan kijk je naar een grote hoeveelheid sterren in een klein gebiedje. Heb je een grote kans dat een heleboel de planeten en planetenstelsel te ontdekken zijn. En op die manier is voor de eerste keer gelukt een heleboel, heel grote hoeveelheid planeten te ontdekken. Nou, dit zijn geen echte opnames, dat is gewoon een artist impression, een tekening van die sterrenstelsels, die planetenstelsels die er gevonden zijn. Dit toont aan hoe groot die planeet is ten opzichte van die ster die daarachter zit. En inmiddels zijn er meer dan 1300 sterren gevonden die een eigen planetenstelsel hebben. En de kans dat je een sterrenstelsel precies van de zijkant ziet, is natuurlijk best klein. Dus kan je dan afleiden dat bijna elk sterrenstelsel die wij kennen, dat bijna elke ster die er is, een eigen planetenstelsel heeft. Niet precies hetzelfde als ons eigen planetenstelsel. Soms heb je grote Jupiters, maar je hebt ook aardachtige planeten. De hele kleine zijn nog moeilijk te ontdekken. Dus of die precies hetzelfde zijn als ons eigen planetenstelsel of anders, ja, daar hebben we nog niet voldoende gegevens over. Maar er is blijkbaar toch een heel grote hoeveelheid aan planeten in het heelal. En het ontstaan en die wisselwerking tussen sterren en stofwolken, dat levert eigenlijk soms de mooiste, de schoonste plaatjes op. Indrukwekkendste plaatjes. Wat we hier zien is een gebied waar net grote sterren, jonge sterren zijn ontstaan. Stofwolken hier. Wat er gebeurt is, het licht van de sterren wordt niet alleen geabsorbeerd in de stof, maar zorgt ook ervoor dat de stof bijna verbrandt, zou je kunnen zeggen. Het licht zorgt ervoor dat de stof kapot gaat en net als ijs in de zomer begint te smelten en langzaam verdwijnt. Dus hier heb je nieuwe sterren die ontstaan zijn en hier is een soort stofwolk, een ijsblok zou je kunnen zeggen, die langzaam begint te smelten en te verdwijnen. Of hier de Rosetta-nevel, precies hetzelfde. Je hebt een doorsnee van 1 biljard kilometer, 100 lichtjaar zijn dit. En die Rosetta-nevel die zit op een afstand van 4.500 lichtjaar. Dus het licht van de aarde naar die nevel heeft 4.500 jaar nodig om er naartoe te gaan. Wat wij nu zien is 4.500 jaar oud. En wat je daar ziet is het rode licht weer van de verschillende sterren die daarachter zitten. Die nog net door de stofwolk doorheen kunnen komen. En in het centrum een grote holte. Die is gemaakt door de jonge sterren waar die stof is verdwenen. Of deze mooie structuur zie je, dat is een oude ster. Tot nu toe hebben we al jonge sterren gezien. Dit is een oude ster, de helixnevel. Als de ster eigenlijk bijna zijn hele brandstof heeft opgebrand, dan begint die nog een keer iets heel bijzonders te doen. Als een ster oud wordt, wordt hij niet minder actief, dan wordt hij juist heel erg actief. En soms heel veel mooier dan de rest van zijn leven.
En wat hij doet hier, die stoot zijn buitenschillen af. Die buitenste schillen van zijn oppervlakte worden ruimte ingestoten. En zodra het gas wat toen op de sterren was, begint af te koelen, ontstaat weer nieuw stof. Nieuw stof die de ruimte ingaat. Die uiteindelijk dan weer nieuwe stofwolken kan vormen waaruit nieuwe sterren kunnen ontstaan. Als we een beetje inzoomen hier in deze delen, dan lijken daar kikkervisjes of zoiets te zijn. Maar je moet beseffen dat elk van die kikkervisjes, waarvan er 20.000 zijn, is net zo groot als ons hele planetenstelsel. En dus, die staartje hier, die is dan 100 keer groter dan ons eigen sterrenstelsel. Maar dat is wel belangrijk, want deze stof, die is veel, heeft veel meer inhoud dan die stof waaruit die ster oorspronkelijk is ontstaan. Want de ster zelf is een nucleaire reactor. Nieuwe elementen ontstaan in een ster. Oorspronkelijk in het heelal was alleen maar waterstof en helium. Alle andere elementen zijn gebakken in een ster. En door dit overlijden, door het slingeren van stof, komen die elementen weer in het heelal terecht. En die kunnen weer opgenomen worden door nieuwe generaties sterren en planetenstelsels. En die laatste fase van sterren is gewoon, zoals ik zei, de mooiste. Hier zien we verschillende ringen en fases. Elke 1000 jaar was er weer een eruptie waar een deel van die buitenschillen naar buiten zijn gestoten. En als een ster heel erg groot is, dan eindigt die niet over een paar duizend of paar miljoen jaren, maar die eindigt eigenlijk in een grote klap, in een grote explosie, een zogenoemde supernova-explosie. Daar zien we hier een restant van, een grote schil van die explosiewolk die de ruimte ingaat van een supernova-explosie die een paar 10.000 jaar oud geleden is gebeurd. En die hele ster is gewoon ontploft. Want de meeste delen van de ster zelf gaan weer de ruimte in. Onder meer ook die zware elementen, ijzer en andere elementen. Die komen dan terecht in die ruimte doordat die ster overlijdt. En wat wij nu weten, zover wij weten, zijn alle elementen die we hier op aarde hebben, behalve waterstof en helium, moeten uit in een ster zijn geweest. Ooit in die buitenschil van een kleinere ster, waar langzaam die buitenschillen zijn afgestoten, of in een zo'n supernova-explosie, zeker die zware elementen zijn doorgemaakt, en dan uiteindelijk terechtgekomen hier op aarde. Het is een proces die voortdurend gaat. Nieuwe sterren ontstaan, overlijden, daaruit ontstaan weer nieuwe sterren, nieuwe elementen ontstaan, en daardoor krijg je meer elementen waaruit meer kan ontstaan. Leven op aarde zou nooit mogelijk zijn geweest zonder een supernova-explosie. En dit is eigenlijk een cyclus die we ook al kennen vanuit de aarde. Dat planten groeien, je hebt zaad, graankorreltjes, die gaan weer de bodem in, nieuw leven ontstaat. De hele cyclus vind je ook weer terug in het heelal. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel, maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Dus het sterven ook van sterren is net zo belangrijk als het overlijden en sterven van planten hier op aarde. Wat ook eigenlijk interessant is, is dat dit ontzettend mooi eruit ziet en fantastisch is en heel belangrijk is. Maar als je erover nadenkt, een hele sterrenstelsel verdwijnt in een moment. Tientallen planeten zullen er misschien zijn die op dit moment vernietigd worden. En elke dag exploderen in het heelal 1 miljoen sterren. Elk 100 jaar 1 ster in ons melkweg. En als je denkt, je hebt ergens science fiction gezien, waar iemand een hele planeet vernietigt, dan is dat een heel kwaadachtige persoon. Maar hier vinden we dat gewoon leuk.
En wat je daar eigenlijk ziet is dat kwaad, een goed en kwaad, eigenlijk niet bestaat in het heelal. Goed en kwaad bestaat alleen maar als het over mensen gaat. Het heelal is die cyclus van het ontstaan en verdwijnen. Onderdeel van de natuur, niet verbonden met goed of slecht. Nou, dit zijn sterren, enkele sterren die we hebben gezien in ons eigen melkweg. Onze melkweg heeft een grote doorsnee van 30.000, 60.000 lichtjaren tot 100.000 lichtjaren. Als we een beetje verder kijken, zien we dat sterren graag samenklonteren. Dit hier is een sterrencluster die rond ons eigen melkwegstelsel draait, waar 100.000 sterren samen zijn in één grote bol. En die bolclusters, die bolhopen, zijn de oudste structuren eigenlijk in de omgeving van ons eigen melkwegstelsel. Die sterren daar hebben een leeftijd van ongeveer 12 miljard jaar. Dus dat is bijna de eerste generatie van sterren die nog overgebleven is. Als we verder kijken, naar buiten kijken, zien wij dit, dat zijn melkwegstelsels. Net als ons eigen melkweg, hè, we zien de melkweg aan de hemel. En als wij kijken, onze buurman of buurvrouw, de Andromeda-nevel, net zo verwachten wij dat ons eigen melkwegstelsel eruit ziet. 200 miljard sterren die rond een gezamenlijk centrum draaien. Zitten in één melkwegstelsel. Die afstand ongeveer 2,5 miljoen lichtjaar tot de dichtbijzijnde grote melkwegstelsel. Dus het licht dat we nu hier zien, dit is afkomstig van iets wat 2,5 miljoen jaar geleden gebeurd is. En dit is maar één van de vele melkwegstelsels die wij zien. En die kan je met blote oog nauwelijks zien. Mensen beweren dat het misschien mogelijk zou kunnen zijn. Maar eigenlijk zie je het niet echt. Ik heb het nog nooit gezien. Maar met de verre kijken kan je het wel zien. En ik heb wel een beetje het idee dat Jesaja, die ook een beetje naar de hemel heeft gekeken in het verleden, ook de indruk had dat dat toch iets veel groter zou moeten zijn. Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltalig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Dus Jesaja heeft het al over een bijna onmetelijke grootheid. Maar ik moet eerlijk zeggen, 200 miljard sterren is nog steeds geen onmetelijke grootheid voor ons. We zijn nu bezig, of een collega van mij is bezig met stercatalogus van ons eigen melkweg. Dus daar verwachten we ongeveer 1 miljard sterren te kunnen tellen. 1 miljard sterren. Het is maar 1% van de totale hoeveelheid sterren die er zijn. Waarschijnlijk zou het nooit lukken alle sterren ooit te tellen in ons eigen melkweg. Alle sterren te tellen in de Andromeda wordt best lastig. Is niet volledig onmogelijk in de verre toekomst. Maar is wel heel erg moeilijk op dit moment, want ik kan enkele sterren zelfs niet helemaal onderscheiden. Maar melkwegstelsels zelf zijn ook weer spectaculaire objecten. Dit hier is een sterrenstelsel van de zijkant gezien. En wat we daarbij zien, die zwarte rand hier, dat zijn weer de stofwolken. Stofwolken die we net zagen ook in de Orion en andere plekken. De stofwolken zijn in de schijf van de melkweg en daaruit ontstaan weer nieuwe sterren. Jonge sterren. Of hier de Zimbrero melkwegstelsel. Passend naam, omdat de hoedrand hier net op een beetje op een Zimbrero lijkt. In het centrum van die melkwegstelsels, daar is nog iets anders, wat ook weer ons perspectieven op ruimte en tijd helemaal verandert. In het centrum van een melkwegstelsel, net als deze, blijkt bijna overal een ontzettend groot zwart gat te zijn. Een zwart gat is iets waar heel veel materie samengeperst is, zo sterk dat ruimte en tijd maximaal gekromd zijn. Tijd lijkt bijna op te houden aan de rand van een zwart gat. Ruimte is gekromd zo sterk dat zelfs licht niet kan ontsnappen, kan die aantrekkingskracht van een zwart gat niet ontsnappen.
Dus eigenlijk kan je zwaartekracht niet zien. Maar je kan het wel simuleren, een computersimulatie doen. Dus dat is een computersimulatie van een zwaartekracht. Gelukkig passeert er toch nog iets. Wij zijn namelijk heel sterk bezig met dit te simuleren. Want als er materie aangetrokken wordt door zo'n zwaartekracht in het centrum van een melkwegstelsel, dan wordt die verhit, heel heet, en dit gas zou je kunnen zien. Nou, als je dat in een computer berekent en je laat de materie draaien rond het zwaartekracht, dan zie je hoe die materie beweegt in een soort schijf. Die schijf, trouwens, gaat eigenlijk in deze vlak, maar door het feit dat de zwaartekracht zo'n grote aantrekkingskracht heeft, de ruimte kromt, wordt ook het licht afgebogen. Dus iets dat zo is in deze vlak, het wordt, blijkt dan zo eruit te zien, omdat het licht dan deze kant op gaat. Als mijn, kop, mijn hoofd een zwart kop, daar is soms Duitse woorden tussen. Als mijn hoofd een zwart gat zou zijn, als je te veel alcohol drinkt of zo, wat ik nooit doe, dan zou het licht, zou ik mijn achterhoofd kunnen zien. Omdat het licht zo deze kant op zou kunnen gaan. Wat ook gebeurt is dat blijkbaar niet alleen alles verdwijnt hier, dan zie je hier echt de rand van het zwart gat, daar vallen fotonen die zwart gat binnen. Gaan door een horizon doorheen, de waarnemingshorizon, waaruit nooit meer iets naar buiten zou kunnen komen. Dus je kan alleen maar naar binnen gaan, nooit meer naar buiten. Maar een klein deeltje van het gas lijkt toch te kunnen ontsnappen. We zagen in het begin van die berekening, ja, nu zien wij het weer, dat een deel van het gas toch naar buiten kan schieten op basis van magnetische velden die daar een heel grote kracht ontwikkelen. En dat kan je inderdaad zien. We hebben nog niet de kracht, de mogelijkheid om heel nauwkeurig naar een zwart gat te kijken, maar daar werken wij nu aan. Maar dit hier is een melkwegstelsel, ook weer een gewone melkwegstelsel, net als die andere. Nou ja, een beetje groter dan die van ons, 1000 keer zwaarder dan ons eigen melkweg. En op een afstand van ongeveer 2 miljard lichtjaar. Dus wat we hier zien is licht uit het verleden, 2 miljard jaar geleden. En op een heel groot afstand van 2 miljard lichtjaar. Zo ziet het eruit als je die melkwegstelsel bekijkt met een optisch telescoop. En dan kan je een plaatje maken van een radio met een radiotelescoop. En kijken hoe dat eruit ziet. En dan zie je iets heel anders. Dan zie je namelijk relativistische elektronen en heet gas. Als je dat doet, zie je plotseling dit. Uit het centrum van die melkwegstelsel, net als een vuurspoier, zie je dan een heet gas naar buiten schieten. En die structuur zelf heeft een grootte van 1 miljoen lichtjaar of zoiets. Dus het licht van hier naar hier heeft ook weer 1 miljoen jaar nodig. En je kan laten zien dat die hele energie die daarin zit, en dat is trouwens net zoveel energie als alle sterren in ons eigen melkwegstelsel produceren. Alle zonnen, 100 miljarden zonnen tegelijkertijd. En zoveel energie zit daarin. Dit wordt alles opgewekt in een bereik die ongeveer zo groot is als ons eigen zonnestelsel. Dat is die grootte waaruit alles voortkomt. En dat is de reden waarom we denken dat die oorsprong of die oorzaak van dit soort objecten in het heelal gewoon zwarte gaten zijn. Het probleem voor zwarte gaten als ze er zijn is, we weten dat ze er zijn, maar die waarnemingshorizon betekent dat je nooit zal precies kunnen weten wat daar binnen gebeurt. Zwarte gaten zijn een beetje raar, want je kan altijd naar binnen gaan. Dus misschien zou één iemand, een vrijwilliger, daar naar binnen kunnen gaan en kijken hoe daarin eruit ziet. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om ons te vertellen wat hij ziet. Hij komt nooit meer terug. Dus het bestaat, we weten dat het bestaat, maar we weten dat we niet kunnen weten wat daarin plaatsvindt. Dan gaan we nog een beetje verder de ruimte in. Miljarden lichtjaren, net als sterren niet graag eenzaam zijn, en wij mensen niet graag eenzaam zijn, gaan ook melkwegstelsels vaak samen. Dit hier is een zogenoemde cluster van melkwegstelsels, waar je dan duizenden melkwegstelsels op elkaar hebt. Die rond elkaar bewegen, door elkaar gaan soms. Wat hier ook nog opvalt is, zijn deze structuren. Dat zijn melkwegstelsels die eigenlijk achter die cluster zijn. Maar het licht van die melkwegstelsel wordt afgebogen door de zwaartekracht van al die verzameling van de melkwegstelsels in die cluster.
Dus dan werkt die zwaartekracht van die duizend narco-stelsel als een soort lint. En dan krijg je een verstoord plaatje van die narco-stelsel die daarachter zit. En dus een effect die Einstein heeft voorspeld, dat kan je meten. En de sterkte van die verstoring hier, van deze structuren hier, deze structuren, kan je gebruiken om te meten hoeveel materie is er nodig om dit te produceren. Maar wat je dan vindt is dat die duizend melkwegstelsels nog niet voldoende zijn om die hele materie te verklaren die nodig is om dit licht zo sterk af te buigen. Je hebt bijna 10 keer meer materie nodig dan wat je ziet. Dat is iets wat wij vaak in de sterren kunnen zien. Dat overal eigenlijk nog meer materie is dan wat wij kunnen zien. Meer dan wat in de sterren te zien is. Dat noemen we gewoon, omdat we niet weten wat het is, donkere materie. Materie die je niet kan zien. En tot nu toe weten we nog niet wat dit eigenlijk is. En dat is een beetje raar. Het grootste deel van de materie die er is in het heelal, we hebben geen flauw benul van waaruit het bestaat. Je kunt het gewoon alleen maar indirect zien. Hoe dat werkt met die melkwegstelsels die door elkaar gaan, dat kunnen we niet waarnemen, omdat dit miljoenen, miljarden jaren tijd nodig heeft. Maar we kunnen het wel simuleren in een computer. Elk van die puntjes hier is een eigen melkwegstelsel. Je berekent hoe zich zo'n cluster gaat ontwikkelen in de loop van de tijden. Dan zie je dat het hele heelal een heel dynamisch proces is. Het is niet iets wat heel statisch is. Maar melkwegstelsels bewegen, gaan door elkaar doorheen. En hier in het centrum is een heel grote, zware melkwegstelsel die groter wordt en groter. Vaak zo in het leven als Matthäus effect, als je iets hebt, dan wordt het aan jou gegeven of zoiets gaat het. Dus op die manier ontstaan grote melkwegstelsels in het heelal. In het proces van de versmelting van melkwegstelsels zien we ook op plaatjes net als deze antenna-melkwegstelsel heet die. We zien natuurlijk niet de beweging zelf, maar we zien hier één moment waar blijkbaar twee melkwegstelsels met elkaar versmelten. Dat is eigenlijk geen probleem, want de ruimte tussen de melkwegstelsels, tussen de sterren, is best leeg. De afstand tot de dichtbijzijnde ster vanuit de aarde zijn 4 lichtjaar. Dus van hier tot de volgende ster, 4 lichtjaar is eigenlijk niets. En ons eigen ster is veel, veel kleiner dan dit. Dus melkwegstelsels kunnen rustig door elkaar doorheen gaan, zonder dat sterren met elkaar botsen. Dus dat kan. Maar die zwaartekracht zorgt ervoor dat die uit elkaar worden getrokken. Dus we zien hier zo'n staartje. Dat zijn sterren die de ruimte ingeslingerd worden uit die melkwegstelsels, onder de werking van de zwaartekracht. Dit geldt wel voor de sterren. Maar niet voor de stof en het gas wat in het centrum van melkwegstelsels zijn. Die stof die kan wel met elkaar botsen. En wat er gebeurt is dat de stofwolken, ja, die met elkaar botsen, stijgt de druk, de dichtheid stijgt. En plotseling ontstaan weer nieuwe sterren. Dus hier een heel spectaculair gedeelte van deze twee sterrenstelsels, waar elk van die lichtpuntjes weer een heleboel jonge nieuwe sterren zijn, die net ontstaan juist door de botsing van de twee melkwegstelsels. Dus ook alweer de catastrofe die er is van de versmelting van twee melkwegstelsels, leidt eigenlijk weer tot nieuw leven, tot een nieuw begin, tenminste voor deze ster. Nou ja, en dan dit. Dit is een van mijn, wat ik vind, meest indrukwekkende plaatjes die er zijn. Dit was de eerste Hubble Deep Field die gemaakt was, nu bijna 15 jaar geleden denk ik. En wat je daar ziet is een opname die gemaakt is met het Hubble Space Telescope. Die heeft naar één klein vlekje aan de hemel gekeken. En dat, om even je voor te stellen hoe groot die vlekje is, neem je een naald en kijk door, hou die tegen de hemel en kijk door de oog van de naald. Dit is een klein stukje hemel dat wij nu bekijken. Die heeft twee weken naar dezelfde plek gekeken. En één plaatje daarvan gemaakt. Maar zie je dus, dat was eigenlijk een willekeurig gekozen plekje aan de hemel. En wat je hier ziet is, wat je hier ziet zijn niet enkele sterren. Hier is één ster, daar is een ster, in onze melkweg. Maar eigenlijk, dit is een ster. Maar de rest
zijn volledig melkwegstelsel. Elk van die klein vlekje is een eigen melkwegstelsel. Soms op een afstand van een paar miljard tot enkele miljard jaren. En elk van die melkwegstelsels heeft dan weer 100, 200, 400 miljard sterren bij. Als je naar dit klein plaatje kijkt, zijn 1500 sterrenstelsels eigenlijk te zien. En je hebt een ongelooflijke hoeveelheid aan naalden nodig om de hele hemel te bekijken. Dus je kan even berekenen hoeveel sterrenstelsels er zijn eigenlijk die wij kunnen zien. Misschien zijn er nog enkele die wij niet kunnen zien. Dan heb je weer honderden miljarden sterrenstelsels nodig om ja, dit soort structuren te kunnen verklaren aan de hemel. En als je dan kijkt hoeveel sterren hebben wij, ja, dan hebben we 10 tot de macht 22, tot 10 tot de macht 23, dus 1 met 22 of 23 nullen, ergens in dit bereik, sterren. Ik heb ooit als een van de eerstejaars opgaven voor de eerstejaars studenten, even een schatting te maken hoeveel sterren er zijn op basis van dit plaatje, en hoeveel korreltjes zand aan zee zijn er op de hele wereld. En dan vind je inderdaad dat die aantal korreltjes stof en die aantal aantallen sterren ongeveer vergelijkbaar zijn. En de volgende keer dat we weer aan de strand gaan zitten, beginnen we even te tellen hoe lang het duurt om alleen de Nederlandse stranden te doorzoeken en alle strandkorreltjes te tellen. Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan de zee, zegt Jeremia. Dus hij begrijpt al wat ongelooflijk groot eigenlijk dit is waar hij over nadenkt. Hij denkt niet klein, hij denkt heel erg groot. Want een strand, en hoe groot een zandkorreltje is, dat, tenminste, dat wist hij al. Nou, dit zijn sterrenstelsels eigenlijk op ongelooflijk grote afstand. Wat wij zien is dat die een bepaalde eigenschap hebben eigenlijk. Dat is de enige grafiek die ik laat zien. Wat we namelijk zien is, als ik plot hier die afstand en dan de snelheid van aan die sterrenstelsel, we kunnen meten hoe snel die bewegen. Of die naar ons toe bewegen of van ons weg bewegen. Dat gebeurt met behulp van het Doppler-effect, roodverschuiving of blauwverschuiving van het licht. Als iets naar mij toe beweegt, wordt het licht samengeperst, blijkt samengeperst te worden. Dus dan wordt het ietsje blauwer. Als iets weggaat, wordt het licht ietsje roder. Hetzelfde als wat ik hoor hè, met het geluid, het Doppler-effect, als een auto naar mij toe komt, of een Formule 1 auto. Oké, ongeveer zo. Wordt het eerst hebben een hoge klank en daarna een lage toon. En hetzelfde gebeurt ook met het licht. En wat je ziet is dat hoe verder een melkwegstelsel van ons weg is, hoe sneller beweegt die van ons weg. En het heeft niets ermee te maken dat wij zo'n slechte reputatie hebben dat iedereen van ons weg wil. Nee, de verklaring is dat het hele heelal uitdijt. En ik kan dan laten zien dat je dit structuur, deze Hubble-wet, zoals het genoemd wordt, die trouwens het eerste door een katholieke priester, Lemaître, is ontdekt, maar het wordt wel genoemd naar de laatste ontdekker van dit wet. Dat je, als je dat doet, heb je aanwijzing voor een uitdijend heelal. Dat was een van de grote ontdekkingen in de jaren 20, het eerste. En nu is het heel goed bevestigd. In de jaren 20 waren die metingen nog heel erg slecht. Maar nu zien we dat perfect, hoe verder je weggaat, hoe sneller lijkt iets weg te gaan. Het heeft ermee te maken dat blijkbaar de ruimte groter wordt. Stellen we, laten we even denken dat elke seconde komt een nieuw stoel bij, daartussen. Ja? Dus dan gaan deze twee heren elke seconde één stoel verder. Ja? Maar die meneer, die gaat elke seconde twee stoelen verder ten opzichte van die meneer. Ja? En die mevrouw gaat dan drie stoelen elke seconde verder. Dus die snelheid waarmee die mevrouw hier verwijderd wordt van die meneer, is veel groter dan voor die meneer. Ja? Dus alleen door puur te verklaren dat elke keer een nieuw stoel erbij komt tussen iedereen, kan je verklaren dat hoe groter de afstand is, hoe groter lijkt de snelheid te zijn waarmee iets weggaat. Dus dat was de grote ontdekking van Lemaître en van Hubble. En dan,
heeft al Lemaitre gezegd, nou als dit zo is dat alles uitdijt, dan moet op een bepaald moment alles op een punt samen geweest zijn. Want dan moet in het verleden alles kleiner en kleiner geweest zijn. Hij heeft het gehad over de oeratoom waaruit alles is voortgekomen. Later werd dit bekend als de oerknal. Maar dit was één van de argumenten voor de oerknal. Het tweede was de ontdekking van de kosmische achtergrondstraling. Dat was heel moeilijk om te laten zien. Dat is wel een echte meting van de hele hemel. Van radiostraling die verdeeld is over de hele hemel. Wat we daar zien is eigenlijk niet zo'n structuur. Maar we zien eigenlijk dat de hele hemel heel gelijkvormig straalt in het radioregime. In het radiofrequentiebereik. En die spectrale vorm daarvan is precies dezelfde als de warmtestraling van een ondoorzichtige lichaam. Elke lichaam die er is, of het een stoel is, of een persoon, of wat dan ook, als die ondoorzichtig is, maakt die warmtestraling. Die heeft een heel specifieke vorm. Of als je bijvoorbeeld een for noise hebt, een kookplaat, als je een heel elektrische kookplaat hebt, en die wordt heel warm, dan wordt die rood gloeiend. Dat is warmtestraling. Elke lichaam doet dit. Die mens heeft een warmtestraling in het infrarood gebied. En die straling die toen is ontdekt, voor het eerst in de jaren 50, 60, dit is ook warmtestraling, maar op een heel lage temperatuur. En dan was de vraag, hoe kan het dat je warmtestraling hebt die lijkt te komen van een object die ondoorzichtig is. Ja, een kookplaat. Dus je kijkt tegen de hemel, je ziet een hete kookplaat. Hoe kan dat? Hoewel toch helemaal doorzichtig is. Jij kunt uw sterren zien. En de verklaring was, klopt, het heelal is nu doorzichtig, maar in het verleden was alles zo dicht bij elkaar, dat het heelal toen, daar hebben we het over 13,5 miljard jaar, dat het heelal toen ondoorzichtig was. En die straling zien we nu nog. Overal. Ik zei dus heel gelijkvormig, maar we zien hier vlekjes. En de reden daarvoor is dat als je heel nauwkeurig kijkt, zie je dat hoewel eigenlijk overal dezelfde temperatuur te zijn, dus heel kleine verschillen toch nog te zien zijn. Een tiende, tientallen van een miljoenste van een graad verschil zijn er toch te zien. En men vermoedt dat uit de oorspronkelijke oerknal, de vuurbal die aan het begin was, dat uit deze vlekjes, waar het een beetje heter was, een beetje dichter was, uiteindelijk de melkwegstelsels en melkwegstelselclusters zijn ontstaan. Dus daar was het een beetje dichter en daar heeft de materie zich dan sterker aangetrokken en heeft dan de grote clusters van melkwegstelsels gevormd. Dus uiteindelijk komen we tot een plaatje door de moderne sterrenkunde, die ongeveer zo eruit ziet, is een beetje verouderd qua getallen, dat op een bepaald moment, ongeveer 13,85 miljard jaar geleden, zo nauwkeurig zijn de metingen nu, iets is begonnen dat wij Big Bang noemen. Dus dat waar de hele ruimte eigenlijk in één klein puntje verzameld was. Heel veel, heel grote dichtheid, heel veel energie. En dan binnen een heel fractie van een seconde, een heel klein gedeelte van een seconde is uitgedijd. Quarks zijn, elementaire deeltjes zijn ontstaan. Op een bepaald moment zijn protonen ontstaan. Uiteindelijk 400.000 jaar, niet 300.000 jaar na de oerknal, is de vuurbal zover afgekoeld dat dan protonen en elektronen samengegaan zijn naar waterstof. De eerste waterstof is ontstaan. En daarna was er alleen maar een grote zee van waterstof. En je dacht waarschijnlijk, nou dus een heel zij heelal, klopt er ook, was helemaal niet dat er gebeurde. En er was iemand toen een natuurkundige geweest die had voorspeld dat uiteindelijk hier zo'n collegezaal gaat ontstaan. Uit dit hele chaos was hij heel voor gek verklaard. Maar toch, uiteindelijk heeft zich dit alles samengetrokken tot cluster van melkwegstelsels, sterren,
planeten zijn ontstaan, sterren zijn weer ontploft, hebben nieuwe planeten, stofwolken gecreëerd waaruit weer nieuwe planeten zijn ontstaan en uiteindelijk is Nijmegen ontstaan. Dus zijn we weer terug bij ons strandje daar. En vragen we ons af wat dit alles betekent. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd? Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? Ik denk de psalmist heeft het menselijk gevoel treffend tot uitdrukking gebracht. Wij bevolken een uiterst klein planeet te midden van taalloze melkwegstelsel. Onderdeel van een bijna oneindig heelal. Maar de psalmist uit geen twijfel, nog een enorme verbazing. Hij weet dat God hem gemaakt heeft in dit enorme universum. Hoe klein en onbeduidend we ons ook mogen voelen, we mogen toch zeker weten dat ons schepper ons zo waardevol vindt dat hij dit voor ons gemaakt heeft. Denkt de psalmist. Ik denk door naar het heelal te kijken, leren wij tenminste twee dingen. En daarvan waren zich ook al die oude profeten bewust. Wij zien een bijzondere schoonheid en een grootheid in het heelal. En wij leren nederigheid. We hadden misschien net gedacht dat wij die aarde hier beheersen. Dat wij ze in ons bezit kunnen nemen. We hebben ons zelf goden gemaakt van de aarde. Maar nu kijken we omhoog en moeten vaststellen dat het heelal zoveel meer inhoudt. Zoveel meer aan tijd, zoveel meer aan ruimte, dat ons menselijk vermogen ver overstijgt. En door deze oneindigheid toont het heelal onze grenzen. Wij zullen nooit, nooit alle sterren kunnen tellen. En wij zullen nooit alles kunnen weten. Er zijn gewoon grenzen waar we blijkbaar niet doorheen kunnen gaan. En vroeger of later zal zelfs alles wat wij nu geschapen hebben, wat wij gedaan hebben, wat wij gedacht hebben, verdwijnen. Net als de zon uit zou verdwijnen. Of wie er zijn, of wij niet zijn, kan het helemaal niet spelen. Niettemin voel ik mezelf eigenlijk niet verpletterd of eenzaam. Ik hoop en ik geloof dat er misschien toch een God achter en midden in deze wereld zit. Hebben die oude profeten misschien toch gelijk? Is de oorsprong achter deze grootheid niet alleen maar een abstract idee, een verzameling van formules en wetten, maar is er nog ietsje meer? Is er misschien iemand? Zijn wij dus meer dan gewoon een verzameling van atomen, moleculen die toevallig in een ster zijn beland, daar gebakken zijn? En zijn we meer dan deze verzameling die door hormonen en kwantummechanische processen bestuurd worden? Zijn wij misschien iemand? Het feit dat uit de ongelooflijke tohuwabohu, het chaos, de leegte die er toen was in de oerknal, tenslotte toch deze collegezaal ontstaan is, met deze mensen. En uiteindelijk zoiets heel raars als geloof, hoop en liefde. Dit alles is voortgekomen uit die natuurwetten, uit die oerknal. Een heel raar gedachte. Het lijkt mij nog steeds heel erg wonderbaarlijk.
staat in geen enkel tekstboek, geen enkel handboek van de natuurkunde in hoe dit gebeurt. En misschien lijkt het zelfs nu, als ik dit alles weet, hoe dit heelal is ontstaan met die ingewikkelde processen en die natuurwetten, nog steeds ongelooflijker, nog steeds wonderbaarlijker. Dat dit er is. Hoop, geloof en liefde. Louter toeval? Of toch iets dat vanaf de grondlegging van de wereld, van dit heelal, er aanwezig was? In God, die meer is dan alleen maar oorsprong? Of dit zo is, dit moet iedereen zelf beantwoorden. Daar heeft de wetenschap geen antwoord op. Bedankt. Ja, professor Volke, dat was een hele reis die we gemaakt hebben. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Het is een reis die begon bij de aan de branding met een muziekje. En een reis die in een bijna serene stilte ook weer eindigt. Want het was heel stil in de zaal aan het einde. Het geloof, hoop en liefde, daar eindigt het mee. En 2 dagen geleden stond een groot interview met u in Trouw. En daarin zegt u, het doel van het universum is liefde. En u stelt elders in het interview dat geloof, hoop en liefde er in de wereld niet zouden zijn als de mens er niet was. Betekent dit dat de mens het doel van de schepping is? Is alles er met het oog op de mens? Nou ja, als de natuurkunde denkt, dan bestaat het doel helemaal niet. Je mag het woord zelf niet gebruiken om te zeggen, het doel van het heelal is dit. En dat mag je niet doen. Nee, maar u bent een mens. Je hebt het alleen, de natuurkunde, over oorzaak en gevolg. Mm-hmm. Dus daarbij zou je nooit uit de natuurwetten kunnen afleiden dat dit het doel is van het heelal. Maar ik vind het toch, moet ik eerlijk zeggen, verbazingwekkend wat er gebeurd is. Dat zoiets bestaat, zoals ik zei, hè, als de mens die nadenkt, die hoopt, die liefde. En dan zou je kunnen denken, nou, is dit gewoon een toeval? Dat was niet de bedoeling, quote unquote, hè, van dit heelal. Gewoon toevallig 13,8 miljard jaar later is toevallig ergens iets ontstaan wat begint na te denken over dit heelal zelf. En wij zijn natuurlijk volledig deel van dit heelal. We zijn gemaakt uit stof. Ook het Bijbelse verhaal, hè? Je bent gemaakt uit stof, je wordt weer stof. En toch, dus we maken deel uit van dit materialistische, materiële heelal. En dit heelal begint nu te denken en te voelen, ja, en liefde te voelen en betekenis te hechten aan iets. Mm-hmm. Dan vraag ik mij toch af, is het gewoon toeval of was het niet inderdaad toch al eer vanaf het begin? Dus het Bijbels verhaal is natuurlijk dat wij gemaakt zijn in het beeld van God. Mm-hmm. Dat wij een beetje weerspiegelen wat er is. Dus in die zin, ja, als er God is, dan was er liefde en hoop en geloof al van tevoren. Dan was er misschien een doel voor het heelal. Maar, nog een keer, ik zou het niet kunnen bewijzen. Het is gewoon een vraag die opkomt. Zijn wij belangrijk? Ja, ontzettend belangrijk. Omdat wij mensen zijn. En daar heb ik echt wel over nagedacht. Want daar kom je natuurlijk op terug vaak. Er zijn natuurlijk nog mensen, gedachten. Een van de grote vragen is in de sterrenkunde is, waarom is er hier wat leven mogelijk? Ja? Hoe kan het dat al die natuurwetten, die processen ertoe hebben geleid dat mensen kunnen ontstaan? Daar is het argument van de fine-tuning. Is een heel belangrijk argument. Kun je dat uitleggen? Ja, alle natuurconstanten zijn precies op elkaar afgestemd dat überhaupt een ster kan functioneren. Bepaalde overgangen in atomen zijn precies zoals ze moeten zijn. De zwaartekracht is net zoals ze moet zijn. Een heleboel andere processen zijn perfect gemaakt
dat hier überhaupt een heelal had kunnen ontstaan. We kwamen in een gemeubileerd universum terecht. Ja, 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 en met een masterplan eigenlijk. Mm. Dat was altijd een groot probleem in de filosofische discussie. De gelovige mensen zeiden altijd, nee, goed, dat was gewoon de schepping. Dat is zo gemaakt. En dat vonden mensen die meer atheïstische instelling hadden ook niet heel aantrekkelijk. Aantrekkelijk, sorry. Dus ja, de fine-tuning argument was altijd zo'n beetje iets wat je verstopt had in de kast. En nu is die weer helemaal open, mm-hmm. Want iedereen zegt, nee, fine-tuning is er. Het is heel precies afgestemd, maar de oplossing is, er is niet maar één heelal, er zijn oneindige hoeveelheid heelals. We hadden het net over die zandkorreltjes aan zee, hoeveel sterren zijn er, nog meer planeten zijn er het hele heelal als zandkorreltjes aan zee. En die stelling is dat, ja, er is niet maar één heelal, maar er zijn oneindige hoeveelheid heelals. Dus alles wat mogelijk is, dat bestaat, bestaat er. En dan heb je inderdaad een heelal waar eigenlijk niets meer betekenis heeft. Hmm. Ja, waar eigenlijk alles betekenisloos is. Omdat alles mogelijk is. Mm-hmm. Als je een oneindige hoeveelheid mogelijkheden hebt, ja, dan zou je zelf ook op een ander heelal nog er kunnen zijn. Maar gelooft u in het idee van die multiversa? Het probleem is, dat is metafysica. Je kan het gewoon niet testen. Mm-hmm. Het is net zo'n geloof. Het zou kunnen, hè? De hemel, verhaal van Gods majesteit, van plural. Hè? Dus misschien zijn er meerdere heelals, wie weet. Ik zou het niet kunnen weten. Nou, is het een verzinsel van atheïstische wetenschappers die proberen God eruit te krijgen en dus maar iets van een multiversum? Dat was zeker de reden, maar dat hoeft niet te betekenen dat het niet klopt. Hmm. Nee? Dus, het is altijd zo dat het niet uitmaakt wat jij daarvan vindt. Het is gewoon zoals het is. Mm-hmm. En voor mij zou het ook een deel kunnen uitmaken van een schepping. Dat je gewoon oneindige hoeveelheid mogelijkheden hebt. Hè? Dat God speelt met oneindig veel heelal. Dit is inderdaad een mogelijkheid, maar betekenis vind ik heel moeilijk te verbinden in zo'n beeld van een heelal. Waar alles mogelijk is, is eigenlijk niet belangrijk. Zijn wij alleen in het heelal? Misschien niet. Het zou kunnen, omdat zoveel planetenstelsels er zijn, dat ook andere culturen, andere beschavingen zijn. Ah, dit is heel mooi, dit is prachtig geredeneerd. Van, ja, wie weet. Maar van de week stond een stuk in de Volkskrant waarbij u in Dwingelo telescopen huurt, geloof ik, om op zoek te gaan naar signalen ervan. Dan is toch iets meer dan een vermoeden. Nee, dus van mij, ik ben daar helemaal agnost. Dus ja, is er nog ander leven in dit heelal? Het zou kunnen, misschien zelfs waarschijnlijk. Maar totdat je het niet gevonden hebt, ja, weet je het niet. Stel dat het zo is, stel dat er meer, dat er... Maar mag ik wel even, voordat we verder gaan, ik wil nog even die redenering... Dus voor mij is, wat ik net zei in het begin, hoe je gelooft, bepaalt ook hoe je naar het heelal kijkt. Dus de waarde voor de mens komt door die relatie met God. Dat God waarde aan jij... Met jij iets verbindt, mm-hmm. Dat er God is, en dat jij iets weerspiegelt. Dus relatie met God, dat maakt je belangrijk. Relaties met andere mensen. Dus daar haal ik wel betekenis vandaan. Dat maakt het niet uit, daardoor wordt juist het feit dat het zo groot is, eigenlijk daardoor wordt het dat mooier. En niet minder betekenisvol. Maar goed, dat is... Ik heb God niet verzonnen om dit te kunnen doen, daar ben ik pas achteraf opgekomen, dat dit heel mooi is, dat dit zo is. Zonder God zou ik mij waarschijnlijk heel erg eenzaam voelen in dit heelal. Dus en verpletterd. Dus ik kom vaak mensen tegen als ik zo'n praatje geef, die zeggen ik ben helemaal verpletterd, want het is zo ontzettend goed. En dan zeg ik, maar toch geliefd. Ja, wat is uiteindelijk, is het toch veel, als je naar het heelal kijkt en wat u nu beschreven hebt de hele avond, wat mij vooral opviel was de leegheid van het heelal. Ja. Ook de onbetekenendheid, zo ongelooflijk veel sterren, dat kun je geen overzicht, ook
dood. Dood is alomtegenwoordig in het heelal. Ja, dood bestaat eigenlijk niet in het heelal. Nou nee, goed, het is dood zoals wij dat dan noemen, maar toch, het is zoals we al net beschreven, ik zag van die Star Trek en Star Wars beelden voor me van zo'n ster die uit elkaar blaast en hele civilisaties zeg maar uitroeit. Ja, dat gebeurt gewoon, ja. Dat gebeurt gewoon, maar betekent dat dan in de ogen van God niks? Stel dat daar nou civilisaties op die planeten woonden. Intelligente wezens zoals wij, zoals u en ik, en ook zij dachten dat ze, wie weet, misschien waren het religieuze wezens, misschien hadden ze een godsvoorstelling, misschien dachten ze ook allemaal individueel een relatie met God te hebben, en boef, daar gaat een ster, en daar gaat een civilisatie, en een wraak in de vergetelheid, en er is, wij zullen hier nooit van hun bestaan weten. Ja. Hoe ga je daar religieus mee om? Betekent dat dan allemaal niks in de ogen van God? Ja, de mens, de leeftijd van de mens is beperkt. Wij gaan dood. Maar de enige hoop die we hebben, dat dit leven toch iets betekent. En dat het verder gaat daarna. Dat is een hoop, dat is een geloof. En die voor mij ook heel belangrijk is en hoop geeft. Waar ik ook in geloof, inderdaad. Dus daardoor wordt het iets makkelijker als mens daarover na te denken. Dat je ooit doodgaat en dat op een bepaald moment alles ophoudt. Dat is natuurlijk ook een van de grote verhalen van de Bijbel, die eigenlijk heel spannend zijn. Het begint op een bepaald moment, net als wij nu weten dat het begin was, tenminste voor dit heelal. Dat is vrij zeker. En het houdt ook op een bepaald moment op. Dus dat gaat ook gebeuren. Maar wat we niet weten is of er een nieuwe schepping is, of er nog iets gaat gebeuren. Dat is wetenschappelijk natuurlijk niet aantoonbaar. Dus blijft gewoon een hoop en een geloof. En dus hoop ik en denk ik dat niet alles voorbij is dan. Alles wat u nu vanavond gezegd heeft, dat is natuurlijk allemaal met een godsgeloof te verbinden. Ja. Het is ook eventueel met een atheïsme te verbinden. Ja. Dus een atheïst, zoals u zelf al zei, van hoe je het heelal zeg maar, waardeert, hoe je dat hangt er dus vanaf welke positie je al inneemt, of je atheïst bent of atheïst. Toch, ook als je zeg maar een gelovige bent, zou je kunnen zeggen, ja, maar dit is allemaal God achter de schermen. Dit is allemaal God buiten het heelal. God heeft, dit is ook verdedigbaar met wat in de 17e eeuw deïsme werd genoemd. Dus God heeft het hele mechanisme ooit een keer in gang gezet, heeft bijvoorbeeld de mond van het kruidvat ooit aangestoken. En is toen de Big Bang plaatsvond, is hij achterover gaan zitten in zijn luie stoel en kijkt nu toe hoe wij hier met z'n allen staan te debatteren en we staan na te denken over wat hij gedaan heeft. Ja. Is er in uw optiek nog ruimte voor Gods handelen in het heelal? Is hij nog actief? Ja, dus voor mij de belangrijke kwestie is niet of God bestaat. God bestaat, dat is gewoon bewezen. Bewezen? Ja. Het is alleen de vraag is, wat of wie is God? Ja? Je kan het. Dus als je het hebt over de oorsprong of als je kijkt naar ook een multiverse theorie, dan heb je een verzameling van nog steeds van bepaalde wetten die er zijn, een bepaald kader van wetten die ertoe leiden dat heelals ontstaan. En sterker nog, als je maar één heelal hebt, net als de enige die wij kunnen zien, die we kunnen waarnemen, dus we weten niet dat er meer zijn. Dus die heeft wel een aantal van natuurwetten die ervoor zorgen dat er iets gebeurt als hier. Ja? Je zou dit filosofisch God kunnen noemen, maar dan gewoon die verzameling van natuurwetten en alles wat er is. Maar dat is dan heel abstract. Dus dat is dan een God die op afstand is. Een God die eigenlijk al in de middeleeuwen is gediscussieerd. Ja, of je zit een horlogemaker. Of je hebt het voor van Spinoza, die zegt van God en de natuur zijn hetzelfde. Ja, precies. Dus de verschil is niet of er God is of zoiets abstract. Iets abstracts is er. Natuurwetten zijn er. Natuur weet niet dat er de wetten zijn. Trouwens, natuurwetten bestaan alleen maar voor ons. Ja? Een proton heeft geen flauw benul dat er natuurwetten zijn, maar volgt wel die natuurwetten. Ja? Maar we hebben die wel ontdekt. Dus dit abstract iets is er. Ja, daar hoeven we niet over te discussiëren. Maar de vraag is, dit iets wat er is dit nog groter? En houdt iets meer in dan alleen maar de natuurwetten. Ja, gewoon dit geloof, hoop, liefde, iemand. Is dit ook persoonlijk? Heeft dit eigenschappen die wij al vertonen? Ja? Want als dit niet zo zou zijn, dan laten wij iets zien wat eigenlijk bovenuit stijgt dan die gewoon natuurwetten die alleen maar er zijn. In dit model.
Ja, dus mijn redenering, ja, waarschijnlijk is dit abstracte iets ook gevuld met geloof over liefde, met persoonlijkheid, dus een God waar je een relatie dan mee kunt hebben. En ja, dit is wat je als christenen denkt te hebben, een relatie met deze God, hè, waarmee je kan praten, praten, bidden en wat dan ook. Dus dat doe je als gelovige. Ja. Je hebt al zoveel vragen, maar ik kan me voorstellen dat hier in de zaal ook ontzettend veel vragen nu leven. Ik ga heel streng zijn hoor, want ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen gaan zijn. We hebben geen microfoons. Ja, die zijn er wel, maar zoals u zelf wel kunt zien is het heel moeilijk om de microfoons door te geven. Dus ik wil u vragen, dat als u een vraag heeft, gaat u alsjeblieft staan. Of in ieder geval spreek luid en duidelijk. En hou het kort, want we hebben nog een heel korte tijd. Ik zie dat het 9 uur is, want ik wil eigenlijk 9:15 wil ik afsluiten. Want we moeten de koepels ook nog bekijken. En ik denk ook dat op een gegeven moment mensen die niet de koepels gaan bekijken, ook naar huis willen. Dus wie kan ik als eerste het woord geven? Wie ben je hiervoor? Ja, het gaat mij met name om het eerste gedeelte van die verhaal. Die discussie hier, dat... Nou ja, oké. Okay. ik vraag me af of over 500 jaar, dan staat hier iemand anders. En heeft het ook over het heelal. En heeft waarschijnlijk nog veel meer ontdekt dan de mensheid nu. Ja. Denkt u dan ook dat men dan een ander godsbeeld heeft? Nee. Heeft iedereen het kunnen verstaan? Ja, de vraag is over 500 jaar mensen aan op basis van de nieuwe ontdekking een nieuw godsbeeld hebben. Ik denk het eerlijk gezegd niet, omdat de mens zelf niet gaat veranderen. De mens is nog steeds dezelfde die hij op 1000 jaar of 2000 jaar geleden was. Als ik bijvoorbeeld de Bijbel lees, wat ik daarin lees zijn natuurlijk ervaringen van mensen. Wat mensen hebben beleefd. De Bijbel is natuurlijk niet alleen, is niet een handboek of zo dat je gaat lezen, maar het is opgeschreven waar mensen iets hebben beleefd in hun leven en dit beschrijven. En dat is eigenlijk nog hetzelfde toen en nu. En ik denk over 500 jaar nog steeds hetzelfde. Dus je kan nog steeds ja, een relatie opbouwen met wat mensen toen hebben beleefd, ontdekt. Dan zou je over 500 jaar misschien met andere plaatjes, andere beelden zou je dit doen. Bijvoorbeeld als ik natuurlijk Genesis 1 lees, die schepping zelf met de verschillende dagen. Ja, ik ontkom er niet aan om al dit soort plaatjes ook te zien. Ja, er was licht, ja, natuurlijk zie ik daar een beetje de oerknal. Zonder om te zeggen, nou, dit is de bedoeling daarvan of zo. Maar die plaatsen zitten gewoon in jouw hoofd. Dus je vult dingen in met die nieuwe dingen die je hebt gezien. Net zoals een Chinees, ietsje anders. Ik vond het heel prachtig, mensen praten uit een andere cultuur over Bijbels verhalen. Maar die hebben soms een heel andere kijk daarop. Dus ik denk, dat gaat een beetje veranderen. Dan gaan we weer nieuwe dingen ontdekken. Maar de basale overtuigingen, de basale godsbeelden, denk ik, gaan niet groot veranderen. Maar, oké. Okay. Meneer de Achterin. Ja, ik ben diep onder de indruk van de schoonheid van wat u allemaal verteld hebt. Ik heb alleen één iemand die in de traditie staat, Pascal. Nou, dat is een heel grote traditie. Ja, dat is wel goed. Die op een gegeven moment zegt, als ik dat allemaal zo zie, als geloof. Dan ben ik net zo onderdeel van de school. Ik heb het zo bijstelling van. Maar ik moet dit variëren. Het is iets van angstig. Dus kunt u daar misschien iets over zeggen? Dat hoor ik u niet. En ik ben zeer gesticht door wat u naar voren hebt gebracht. Maar wat geeft deze gelovigen ook beangstigend gevoel? Ja, dat is ook zo. Als je erover nadenkt, als je gewoon jouw werk doet, denk je daar ook niet over na. Dus dat is of je wakker bent of wat dan ook. Je dagelijks werk, dus daar word je niet angstig van. Maar als je soms daarover moet nadenken, zeker als je dit soort praatje geeft, en dan kom je soms toch twijfelen, bestaat God werkelijk, hè, is mijn geloof, klopt dit? En dan denk je daarover na, en dan word je soms een beetje angstig. Jawel, stel dat het niet bestaat, stel dat het toch, als ze eerst toch gelijk hebben, je bent toch alleen. Je bent toch, is toch alles volstrekt onbelangrijk wat er gebeurt. Ja, die angst is er soms. En daar ga je doorheen en kom je misschien tot een nieuw geloof. Maar het is niet volledig te vermijden. Het is niet zo dat ik daar
doorgaan als een spier en speer en dan, oh ja, altijd, altijd mooi. Nee, er zijn ook de momenten waar je denkt, nee, dat is toch, best ook. Ja. Volgende. Is de oerknal een bedenksel van gelovigen of van ongelovige wetenschappers? Heel goede vraag. Inderdaad was de eerste die het daarover had, was Lemaitre, dat was een priester. Maar dit werd heel snel overgenomen door heel veel andere mensen. Ik weet niet hoe gelovig Abel of zo iemand was, die eigenlijk daar die aangetoond wordt als eigenlijk die eerste die dit heeft laten zien. Het was zeker een probleem voor sommige wetenschappers, die ik zelf nog heb leren kennen. Mensen die heel bewust, heel zeker atheïsten waren. En die helemaal niets wilden te maken hebben met de oerknal. Want de vonden, ja, daar komt de God weer uit de doodskist. Als die oerknal aan de hand. Dus er waren sommige mensen, heel goede wetenschappers, die ja, niets daarmee wilden te maken hebben. En daar ook soms ook rare argumenten lieten zien om te argumenteren. Nee, die is er niet. Die zijn inmiddels bijna alle overleden. Zo gaat het vaak met de theorie. De theorie sterft nooit, alleen maar diegenen die de theorie verdedigen. En wat er dan gebeurd is, wat ik net zei, is dat ze die atheïstische denkbeelden ertoe hebben geleid, nou we hebben nog die multiversumstheorie. Ja? Sindsdien de multiversumstheorie er is, zijn ook overtuigd de atheïsten wel heel erg blij met de oerknal en alles wat daarin speelt. En die hebben dezelfde discussie weer, want je kan nooit beslissing nemen. Is er maar één heelal of zijn er meerdere? Dus ja, je kan geen conclusie trekken. Zou er maar één heelal, is er maar één heelal? Namelijk dit heelal. Dan is het bijna onmogelijk dat er geen God is die dit heeft met opzet geschapen. Maar dus die fine-tuning argument is ongelooflijk sterk. Ja, dus ik denk het speelt wel een rol welk model je hebt of hoe, of je die makkelijk overneemt wat je gelooft. Ja, mag ik ook? Heel kort, ja, sorry, ik heb een heel lange vraag. Als ik niks met geloof te maken heb, dan kan ik niks aan doen, bij wijze van spreken. Ik kan tot die overtuiging komen dat geloven in een God zinloos is. Maar uitgaan van andere uitgangspunten, bijvoorbeeld dat iets wat is nooit niets wordt. En dat iets wat niet is nooit iets wordt. Ja, ja dat is de vraag naar de oerknal. Hoe komt het dat ooit niets, dat ooit niets iets is geworden? Hoe komt het dat plotseling een oerknal er was? Zeker. Is het niet geweest dus? Nou ja, toch. Alles wat wij tot nu weten is dat er blijkbaar toch iets. Er is iets, blijkbaar. En het was er niet. Voor de oerknal. Nou ja, hoewel dan voor de oerknal ook weer te discussiëren is, kan je dat überhaupt denken. Ja, dat is een hele lastige theoretische discussie. Dat moeten we. Dit is iets voor de borreltafel. Je vooraan. Ja. Ja, ik ga het herhalen. De uitweg is om, inderdaad. Dat is, als je het hebt, uit één heelal, dan moet je in God geloven. Maar dat weten we waarschijnlijk veel beter. Ik dacht dat ook veel atheïsten zeggen: nee, evolutie theorie kan gewoon in één heelal, doordat dingen in elkaar klikken op een zeker moment. De evolutionisten hebben een horloge wat dan niet in elkaar kan, dan ze niet zomaar automatisch in elkaar kan zetten, zeggen die atheïsten: nee, zo'n horloge klikt langzaam als het ware in elkaar. Nou ja, maar je kan natuurlijk ook over biologische evolutietheorie, kan je misschien zeggen dat dingen ja, zo ontstaan dat uiteindelijk toch zich mensen of beesten aanpassen totdat ze zo zijn dat er leven goed mogelijk is. Maar dat is niet geldig voor natuurwetten. We hebben geen Darwinistische theorie voor natuurwetten dat alles zo in elkaar moet vallen dat uiteindelijk sterren kan ontstaan. Ja, zelfs dat is niet noodzakelijkerwijs, dat moet zo gebeuren.
Ja, stel dat een paar natuurconstanten anders zijn, zullen er helemaal geen sterren zijn. Dus daar heb je geen Darwinistische theorie voor. De enige evolutionaire theorie die je hebt, is dat je met een heleboel verschillende heelals begint. Dus, en we hebben ook nog geen aanwijzing gevonden dat natuurwetten veranderen. Er zijn metingen gedaan, zijn natuurconstanten, veranderen die met de tijd. Nee, die lijken toch dezelfde constant te blijven over heel lange tijden. Dus het heelal is, natuurwetten zijn waarschijnlijk bepaald in de eerste seconden van het heelal. En sindsdien is eigenlijk niet meer veel gebeurd. Ik ben momenteel het nieuwe boek van Ian McEwan aan lezen, De Kinderwet. Daar moet een rechter moet beslissen of een Siamese tweeling uit elkaar gehaald mag worden. En dat is een wat navrant voorbeeld, maar het is misschien toch wel iets wat ik hier naar voren wil brengen. Want van hoe kan het? Vraagt zich af dat ergens een molecuul dat de verkeerde weg inslaat tot zo'n menselijk lijden kan leiden. En kunt u iets zeggen over je fine-tuning, hoop, geloof, liefde? Waar is de wanhoop? Waar is het lijden? Waar is de ding die juist niet goed getuned zijn? Ja, het is natuurlijk, wat ik al zei, lijd bestaat niet voor een molecuul. Ja, ook voor natuurkunde bestaat het helemaal niet. Of een Siamese tweeling is, of een gezond tweeling. Ja, dat kan ook een molecuul of een atoom helemaal niet schelen. Dus gewoon een categorie die wij daarmee verbinden. Dat is natuurlijk ontzettend verschrikkelijk als we dat zien. Maar omdat wij mensen zijn. En dus, daar gaan we een beetje verder dan die gewone, ja, de gewone verzameling van natuur. Dus wij voegen eigenlijk deze moralische categorieën, die creëren wij pas. Oké, maar dan ga ik even wat verder pushen. Maar dan ga ik even, er zijn natuurlijk ook heel veel gelovigen die zeggen, nee, wat wij als goed en kwaad waarvoor. Want als ik u zo hoor, dan zou ik zeggen, ja, u staat een soort moreel relativisme voor in het uiterste geval. Goed en kwaad zijn geen objectieve categorieën, maar dat is iets wat wij eigenlijk min of meer verzinnen, of door een soort van consensus, door ervaringen, et cetera. Dat zijn categorieën die wij hebben verzonnen. Goed en kwaad, u hebt dat in uw lezing ook gezegd, bestaan in het heelal niet. Nee. Maar toch, dan zit ik toch inderdaad met dat probleem, want de natuurwetten leveren heel veel lijden op. Zou God dan niet veel beter een ander heelal kunnen hebben gemaakt, waarbij de natuurwetten een veel positiever effect zouden hebben, waarbij er niet zoveel lijden is? Weegt het de hoeveelheid lijden in de wereld op tegen de eventueel schoonheid die zeg maar in het heelal te zien is? Zonder lijden geen schoonheid. Zonder lijden geen schoonheid, dat klopt natuurlijk. En eigenlijk de hele Bijbelse verhalen gaan uiteindelijk natuurlijk over het kwaad, over het lijden. Waarom is er lijden überhaupt? En de reden waarom, als je kijkt naar het verhaal van Adam en Eva, het lijden en de dood, en al dit ontstond pas nadat je van de boom van kennis hebt genomen. Zodra je in staat bent om te denken, zodra je het mens bent die wij vandaag zijn, is er noodzakelijkerwijs, verschrikkelijkerwijs, ook lijden. En daarmee vechten wij, daarmee kampen wij. En dan moeten we daarmee omgaan. En dus, ja, hopen wij dat er toch nog iets is wat, waar lijden uiteindelijk niet meer zou zijn. Hè? Dus een paradijsachtige toestand. Dat bij God eigenlijk dit niet is. Dat wij nog eigenlijk deel uitmaken van de natuur. Dat wij dit soort situaties zijn waar we onderdeel uitmaken van de natuur en de materie, waar het helemaal niet scheelt of er iets is, maar ons wel. Voor ons maakt het wel een verschil. Dus daar kampen wij altijd mee, als mensen. En dus de hoop is er dat op een bepaald moment het toch anders zou zijn. Dus, maar dat is gewoon dan het geloof en het hoop. En met het lijden, ja, daar hebben we altijd te kampen. En ja, daar vertwijfelen we aan. En kunnen we bidden en hopen. Maar niet meer. Beste mensen, het is inmiddels 9:15. En ik heb het idee dat we nog wel een uur of twee uur of tot in alle oneindigheid hier verder zouden kunnen discussiëren. Maar dat gaan we niet doen, want dan komen we een beetje in de knoop met de bezichtiging van de koepels. Ik wil natuurlijk allereerst Heino Valken en Teven Smeders heel erg bedanken voor hun aanwezigheid hier, voor hun boeiende lezing en voor het pittige gesprek dat er vervolgens ontstond. Ik wil u ook heel erg bedanken dat u hier was, dat u betrokken was, vragen heeft gesteld.